In deze video wordt geen nieuwe stof behandeld. Wel geeft het de samenvatting van de begrippen en formules die horen bij één domein van het VWO natuurkunde eindexamen, zoals die geldt vanaf het examenjaar 2025. Deze video behandelt het domein C1 kracht en beweging en we beginnen met de term beweging. We kunnen verschillende bewegingen onderscheiden en twee van de bekendste zijn de zogenaamde eenparige beweging. Een voorwerp beweegt met een constante snelheid en de eenparig versnelde beweging. Een voorwerp beweegt met een constante versnelling. Vaak wil je een beweging weergeven in een grafiek. En we gaan er een aantal bekijken. En de eerste die we gaan bekijken is het zogenaamde XT-diagram, waarbij eh, je kijkt naar de verplaatsing van het voorwerp in de loop van de tijd. Heb ik te maken met een eenparige beweging, dan herken je dat ook meteen in de XT-diagram. Want dat leidt tot een rechte lijn in jouw XT-diagram. Heb je eenmaal je beweging in een XT-diagram gezet? Dan kun je ook altijd heel snel de gemiddelde snelheid bepalen tussen twee tijdstippen. Want het enige wat je dan hoeft te doen is een verbindingslijn trekken tussen die twee punten in je diagram. En vervolgens de stijlheid bepalen van die verbindingslijn. Deze truc kun je ook doen uh, op elk willekeurig tijdstip in je XT-diagram. Wat je dan moet doen is een raaklijn tekenen aan de grafiek op dat tijdstip. En ook dan geldt weer, als je daarvan de stijlheid bepaalt. Dan weet je de snelheid van het voorwerp op dat tijdstip. Wiskundig gezien eh, maak je dan gebruik van het feit dat de snelheid de afgeleide is van de verplaatsing van een voorwerp. En wat je eigenlijk aan het doen bent, is eh, je bent aan het differentiëren. Andersom kan ook, als je een VT-diagram hebt, dan kun je door het oppervlak onder de grafieklijn te bepalen, bepalen hoe groot de verplaatsing is geweest. Dus met het oppervlak kun je vanuit de VT-diagram. Naar het XT-diagram gaan. En wat je dan wiskundig aan het doen bent, heet integreren. Ga je een eenparig versnelde beweging uitzetten in je VT-diagram, dan krijg je een rechte lijn. En daaraan kun je dus herkennen dat de versnelling van het voorwerp constant is geweest. Vervolgens kun je eigenlijk op dezelfde manier als dat je in een XT-diagram een gemiddelde snelheid kon bepalen, ook in een VT-diagram een gemiddelde versnelling bepalen door een verbindingslijn te trekken tussen twee punten. En de stijlheid van die verbindingslijn geeft jou vervolgens de versnelling van het voorwerp. Dit kun je ook weer doen op elk willekeurig tijdstip door het trekken van een raaklijn. En anders gezegd kun je dus zeggen: de versnelling is de afgeleide van de snelheid. Komt daar een positief getal uit, dan noemen we dat vaak een versnelling. Die a kan ook een negatief getal zijn en dan noemen we het een vertraging, een vertraagde beweging. Interessant is om te kijken wat nu de oorzaak is geweest van zo'n beweging. En als je wil gaan kijken naar de oorzaak van een beweging van een voorwerp, dan zul je altijd moeten gaan kijken naar de kracht die op zo'n voorwerp werkt. Een aantal krachten moet je ook goed kunnen herkennen en kunnen toepassen in verschillende situaties. En sommige van deze krachten hebben zelfs ook nog een formule die erbij hoort. Nou, de bekendste is misschien wel de zwaartekracht, maar ook de veerkracht heeft een formule die je kunt toepassen. En de luchtweerstand heeft ook een formule. En in de luchtweerstand staat uh, de rho, de dichtheid, en ook uh, die dichtheid heeft zijn eigen formule. Die moet je kunnen toepassen. Tot slot nog de schuifwrijvingskracht. Ja, deze formules staan natuurlijk ook allemaal in binas. Vergeet het niet dat je die soms moet toepassen, zeker wanneer je iets moet gaan berekenen. We gaan het uh, eens in detail hebben over die kracht. Daar kun je een aantal uh, belangrijke wetten rondom uh, formuleren. En ik wil beginnen met de derde wet van Newton. En de derde wet van Newton die zegt: ja een kracht komt nooit alleen. Krachten komen altijd in paren. Wanneer een voorwerp A een kracht uitoefent op een voorwerp B, dan zal datzelfde voorwerp B altijd een even grote, maar tegengestelde kracht uitoefenen op voorwerp A. Bekende toepassing daarvan is uh, de kracht gewicht. De normaalkracht is de kracht van het uh, oppervlak waar het voorwerp op rust op het voorwerp. Het gewicht is niets anders. Dan de kracht van het voorwerp op het oppervlak. En die twee zijn dus altijd gelijk aan elkaar. Een andere hele bekende wet is de tweede wet van Newton. En de tweede wet van Newton die luidt als volgt: wanneer er een resulterende kracht werkt op een voorwerp, dan zal dat voorwerp een versnelling gaan uh, uitvoeren in de richting van die resulterende kracht. Let ook op die richting, want zowel de kracht als uh, de versnelling zijn vectoren. Dat kun je ook zien in de formule, er staat een pijltje boven. Dus je weet niet alleen iets over de grootte van de versnelling als je de resulterende kracht weet, maar ook de richting waarin het voorwerp gaat versnellen. Omdat die resulterende kracht zo belangrijk is, zul je ook vaak in verschillende situaties jezelf moeten afvragen: hoe groot is nu eigenlijk de resulterende kracht? En om dat te kunnen, moet je krachten bij elkaar gaan optellen. Met andere woorden, zeg je dan: je gaat samenstellen hoe groot de resulterende kracht is. Daar heb je twee technieken voor. De een is de parallelogrammethode en de andere is de kopstaartmethode. Wanneer die krachten niet mooi netjes allemaal in de x- of in de y-richting liggen, maar kriskras in verschillende richtingen, dan ontkom je er ook niet aan, wil je de resulterende kracht kunnen gaan bepalen, uh, om die, al die krachten te gaan ontbinden in een x- en in een y-component. Wanneer je dat moet, zeker wanneer je daaraan moet gaan rekenen, dan zul je ook de regeltjes moeten gaan toepassen voor sinus- Cosinus en tangens, het bekende ezelsbruggetje is dan natuurlijk Sos Castoa. Zorg dat je dit paraat hebt. Nou, wanneer je met deze technieken je resulterende kracht hebt weten te bepalen, dan kun je vervolgens ook gaan uh, voorspellen wat voor een soort beweging het voorwerp zal gaan maken. Want wanneer alle krachten elkaar precies opheffen en de resulterende kracht nul is, dan zal het voorwerp een eenparige beweging uitvoeren, oftewel een beweging met een constante snelheid. En een snelheid van 0 is natuurlijk ook een constante snelheid. Deze uitzondering eigenlijk op de tweede wet van Newton wordt ook wel de eerste wet van Newton genoemd. Wanneer de resulterende kracht op een voorwerp niet 0 is, maar wel constant, dan weet je ook dat het voorwerp een eenpaardig versnelde beweging zal uitvoeren. Want een constante kracht zorgt ook voor een constante versnelling. Een uitzondering hierop is wanneer de resulterende kracht wordt veroorzaakt door alleen de zwaartekracht, want dan zal het voorwerp ook een eenpaard versnelde beweging uitvoeren. Alleen de versnelling waarmee die dat doet, die zal dan ook bekend zijn. Die is dan namelijk gelijk aan uh, g. En g staat voor de valversnelling. En hoe herken je dat vaak in een VT-diagram? Nou, je krijgt dan dus een rechte lijn in je VT-diagram. En als je de stijlheid van die rechte lijn gaat bepalen, dan kom je er ook uit op een waarde van 9,81 meter per seconde in het kwadraat of iets wat er heel dicht in de buurt ligt. De laatste situatie die ik wil gaan bekijken is wanneer resulterende kracht wordt gevormd door zowel de zwaartekracht als de luchtweerstand en dat is wat eh, meestal gebeurt wanneer iets valt in de buurt van het aardoppervlak. Dan krijg je namelijk dat het voorwerp een val gaat uitvoeren waarbij de versnelling in de loop van de tijd steeds kleiner wordt en als je maar lang genoeg wacht zal de versnelling 0 zijn geworden en zal het voorwerp vallen met de constante zogenaamde eindsnelheid en dan heb je dus te maken met een val met wrijving.